Uit onderzoek blijkt dat één op de zes gemeenten in grote mate anoniem en met behulp van nep-accounts burgers online in de gaten houden. Het blijkt dat Facebookgroepen, Twitterprofielen en andere sociale media in de gaten worden gehouden om onder andere zicht te krijgen op mogelijke ongeregeldheden als rellen en demonstraties. Op 18 mei werd door Stendenhogeschool Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen een rapport gepresenteerd waaruit bleek dat veel gemeenten dit doen zonder dat ze daar bevoegdheid toe hebben. Reden voor Jan Willem Nuis van het CDA om raadsvragen hierover te stellen. We hebben raadsvragen gesteld omdat we in de media veel hebben gehoord dat er gemeenten zijn die anoniem inwoners volgen via social media en dat is wettelijk verboden. Dus wij willen eigenlijk weten: oké, okay, gebeurt dat ook in Ede? Zijn er aanwijzingen dat dat ook in Ede gebeurt? Nee, er zijn geen directe aanwijzingen. En dat is ook wel heel lastig om op tafel te krijgen, omdat het natuurlijk anoniem is. En wij willen eigenlijk twee dingen van het college weten. A: gebeurt het? Worden er daadwerkelijk anonieme accounts op Facebook, op Instagram ingezet om inwoners te volgen? En twee: is het eigenlijk een gespreksthema binnen de organisatie tussen ambtenaren dat dit niet mag? En hoe is de privacy daarin geregeld? Dat zijn eigenlijk de twee thema's die wij geadresseerd willen hebben. Uh, nu heeft het over volgen op sociale media. Uh, nu bent u zelf raadslid, ik ben journalist. Wij allebei worden gevolgd door de gemeente Ede. Dat is logisch. Maar hoe moet ik dan het volgen zien waar, waar u op doet? Nou, uh, inderdaad, veel mensen volgen uh, uh, u en mij op social media. En daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het is een andere zaak als uh, ambtenaren van een gemeente onder een andere naam. Dus anoniem. ...inwoners gaan volgen omdat ze bijvoorbeeld op de hoogte willen zijn van wat er in een bepaalde Facebookgroep gebeurt... ...of in het kader van openbare orde, of er misschien rellen aankomen, dat soort zaken. En daarvan zegt de wet, ho, dat mag niet. Dat is echt voorbehouden aan politie en opsporingsinstanties. En dat is ingebed in een heel stringent wettelijk kader. En wat we willen weten is of dat niet gebeurt, want dat mag namelijk gewoon niet. Het is een best wel stevige maatregel als je dat doet, waar heel veel spelregels aan verbonden zijn. En het is echt voorbehouden aan politie en opsporingsinstanties om, om dat te doen. En dat willen we even zeker hebben dat dat hier niet gebeurt. Maar ook, en dat vinden we minstens zo belangrijk, is iedereen in dit huis er eigenlijk bewust van dat dat niet mag? Want daar blijkt uit het onderzoek ook uh, 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 blijkt duidelijk te worden dat er veel ambtenaren zijn die dat niet weten. En ik wil gewoon weten, hoe staat dat eigenlijk in Ede geregeld? Wordt hier bijvoorbeeld over gesproken met ambtenaren door leidinggevenden? Dus al met al, u wil gewoon duidelijkheid hebben? Absoluut. Het is zeer belangrijk dat de inwoners in Ede duidelijkheid hebben... ...is dat ze niet anoniem gevolgd worden door ambtenaren, omdat dat gewoonweg niet mag.